Jij bent zelf gevraagd, een hele laatste vraag over, voor, voor het Nederlands interview. Uh, door Willem Alexander en Maxima. Hebben ze jou persoonlijk gevraagd? Nee, ik ben niet persoonlijk gebeld door Willem-Alexander en Maxima. Ik ben benaderd door Pierre van Rossum, de projectleider voor de troonswisseling in Amsterdam. Ja. Uh, die is weer uh, in opdracht van de gemeente en het Koningspaar uh, daarmee bezig. Uh, ja, en dat belde mij echt op met een officieel verzoek. Het was ook echt mijn management van ja, hij moet jou eerst spreken. Het verzoek moet bij jou worden neergelegd en jij moet ja zeggen. Ja. Dus dat was wel een, uh, een moment. Maar het is niet zo dat uh, de mobiel ging en dat ik uh, zag staan Maxima Mobiel... en hé, uh, hey, hoe is het? Uh, nee, nee, zo, uh, zo gaat het. Nee, maar ze dus. hebben wel zeg maar, specifiek dus niet dus aan jou gevraagd. Heb jij een band met hen, zeg maar? Het is zelfs zo dat het idee komt bij hun vandaan. Dus het is niet alleen dat ze mij gevraagd hebben... maar ook dat het feit om met het Concertgebouworkest samen te spelen. Dat is hun idee. En uh, ik heb ze twee keer ontmoet, één keer in New York. Daar, daar heb ik gedraaid voor de relatie tussen New York, Amsterdam... Uh, 400 jaar, dat was uh, drie, vier jaar geleden, geloof ik. Toen kwamen ze op het podium, dat was wel heel erg te gek. En uh, een paar jaar daarvoor heb ik een uitblinkerslunch met ze gehad. Dat uh, had ik net DJ Magazine gewonnen en toen werd ik uitgenodigd samen met allerlei sporters en uh, wetenschappers. die iets hadden bereikt. Of ik dan uh, op het paleis uh, een lunch wilde meemaken. Dat doen ze vaker met verschillende mensen. En daar heb ik heel even gesproken met uh, de prins en, uh, en de prinses. Dat was wel heel, ja, heel bijzonder eigenlijk. Ja. Het feit dat, je, dat dit idee bij hen vandaan komt, wat doet dat met je? Ja, ik vind het heel bijzonder dat uh, een koningskoppel überhaupt open staat voor elektronische dansmuziek. En dat zegt ook wel iets over uh, Willem, Alexander en Maxima en ook over hoe ze hun koningschap gaan vervullen. Ze staan gewoon heel erg open voor wat er gebeurt in de maatschappij. En je kan je er gewoon niet meer voor verstoppen dat in Nederland dansmuziek enorm groot is. En dat, uh, dat zeg ik dan echt bewust, niet alleen voor mij, maar eigenlijk voor alle Nederlandse DJ's. Uh, met, met name in het buitenland is het momenteel enorm aan het ontploffen. En uh, daar kun je niet je kop voor in het zand steken. Uh, dus het is extra gaaf dat ook het Koningshuis dat in de peiling heeft. En dat ik dan toevallig gevraagd word is natuurlijk mooi meegenomen. Maar ik denk dat het een compliment is voor de hele Nederlandse scene.